Hele goede morgen. Welkom bij de allereerste vlog van Alchemy. Zoals je kunt zien is het vrij chaotisch in het huis op het moment. Ik ben even water aan het koken. Ik ga zo met een koffie zetten. Dus je kunt zien, hier staat een bak met paprika's. Hier staat een bak met nectarines. Hier staat een bak met limoenen. Waterbloemen op de grond. Bakken met courgettes, avocado's, mango's. Vraag je misschien af, waarom hebben jullie zoveel? Nou, we gaan zo meteen allemaal gerechten maken. We eten eigenlijk heel veel groentes en fruit. En dat kopen we dus eigenlijk in bulk in. En dat gaan we dan dus eigenlijk ook allemaal verwerken tot gerechten. Gooi we lekker in de koelkast. En als je dan de rest van de week iets wilt hebben, is het al klaar. Dat is super chill. Kost alleen wel even één keer heel veel werk. Maar dat vinden we dus ook leuk om te doen. De koelkast is op het moment in het zien is het ongezonde. Wat erin ligt, kaas, roomboter en een Griekse yoghurt. Maar ja, dat is voor de meeste mensen waarschijnlijk heel gezond ook. Ik ga even koffie zetten en dan gaan we gewoon lekker beginnen. Kijk, het mooiste van het huis komt nu naar beneden. Je hebt mij een beetje overgenomen. Wat? Ja, dat is jouw verhaal. Nou, we gaan even de was doen. Oké, wat we gaan doen. Dit zetten we even buiten neer. Gaan we ook eventjes al onze kruiden even buiten zetten. Kunnen ze vandaag lekker genieten in de zon. Onze mint, thyme, basilicum en onze... Hoe heet deze ook alweer? Roosmarijn. Pannenkoekplant. Hier hadden we nog een short meegemaakt. Klaartjes 4. En hier staat ook nog een bak met sla. Als je die dus in het water zet, gaat die gewoon verder groeien. Het is een rommel, maar ja, dit is wel even leuk om te laten zien dat niet alles perfect is in het leven. Deze avocado's, die gaan we dus weggooien. Die zijn... Freedom! Die spinnen daar denken gelijk van... Yay! Ja. Ik ga nu ook gelijk even melk maken voor erin. Eigenlijk, ik zeg wel eerlijk, het is niet echt verstandig om met melk te beginnen in de ochtend. Maar vandaag doen we het wel eventjes. Ik ben niet perfect en ook nog niet. En dan gaat het ook niet zozeer om. Het gaat voornamelijk om met een balans, hè. Een beetje melkschuim, dat is gewoon even een kleine beloning. Gooi we zo lekker de deur open en gaat deze dag lekker beginnen. De zon schijnt al, dus ja, wat wil je nog meer? Want ik word hier nu al een beetje hyped van. Zometeen om 2:30 gaan we naar onze freerun les. Het is de laatste les. Dus dat wordt ook leuk. Na freerun ga ik fitnessen. Dan is de dag eigenlijk om qua werk. Dan moet ik nog even een videootje bewerken. Dus daarvoor wil ik dit eigenlijk allemaal wel verschoon hebben. Al het eten moeten we gemaakt hebben, zodat die stress dan van weg is. Want eten wordt gewoon overdatum. Maar dat kan je natuurlijk niet dagen bewaren. Kijk, we hebben hier bijvoorbeeld allemaal potten, flessen. Dat doen we zo meteen allemaal. Watermeloen in met limoen. Watermeloen in met gember. Watermeloen in met mint. Zo meteen doe je de koelkast gewoon open, jongen. En dan denk je gewoon van, er komt net niet zo'n zonnestraal uit. No. Wij nemen ook elke ochtend een shotje samen, hè? Ja, een gezond shotje. Ja. En het is ook wel leuk, want een oom en zusje komt ook wel eens slapen. En die mag nou ook allemaal dingetjes proeven en zo. Dat vindt ze altijd super leuk. Dus ook voor kinderen is het leuk. Kijk, en waarom zeg ik van, waarom is het niet verstandig om gelijk melk in de ochtend te drinken? Het is eens wat ik even uit ga leggen. Kijk. Hierop staat dus al dat het melk gepasteuriseerd is. Gepasteuriseerd is betekent dus dat het melk verhit is boven een bepaalde graden. De graden weet ik niet uit mijn hoofd. Dus de koffie is klaar. Maar over het gepasteuriseerde melk. Gepasteuriseerde melk is dus verhitte melk en kort, lang vooral kort. Dan is eigenlijk alle voedingswaarden die erin zijn doodgekookt. Daarom probeer ik ook mijn groentes niet te bakken en te koken. Want dan krijg je dus eigenlijk hetzelfde. Lieverd, hier is jouw bakkie. Gaan we deze lekker opdrinken. Gaan we heel even de Bijbel lezen en dan gaan we zo meteen... Beginnen! Hoi! Ook had de Heere God gesproken. Het is... Daarom zijn wij nu hier op het bankje samen. Voordat we gaan beginnen, eerst deze koekjes weghalen. Want anders word je constant verleid. Die zou ik ze gewoon weggooien, maar ik weet het niet leuk. Dit is onze slechte kast. Met slechte dingen. Nadeel, maar tegelijkertijd ook het voordeel is, we hebben dus geen... TV, zoals je kunt zien, geen droge. En dat betekent dat we alles op een natuurlijk mogelijke manier moeten doen. Hondenjuk, van onderbroek. Oh, dat haat hij zo erg, ja, hè? Deze kan gewoon in de was. Ja, zie je. Ja, ik had er een beetje slecht tegen als hij op de grond valt. Ja, dan word je helemaal loco, jongen. Nou, mijn onderbroek. Ja. Oh, hé, een visbeestje. Oh. Lekker in het zonnetje zitten, laten we gewoon lekker zitten. Oké, kruiden naar buiten. Heb je al water gegeven? Ik heb ze nog geen water gegeven. Moet ik wel hebben. Je mag ze wel een beetje water geven, maar niet eroverheen. Hè? Ik merk ook die tomatenplanten zijn zo snel droog. Ja, klopt. Kijk, nu hebben ze weer water, dan gaan ze allemaal een beetje huren. Kijk, perfect. Vendel, nou, zijn we zo'n 2 keer willen we dus uiteindelijk parfum van gaan maken, zeep, dat soort dingen. Rode bieten, tomaten,
rucola sla. En nu gaan onze kruiden lekker allemaal erbij staan. Perfect. Oké, ik heb net even een nieuwe blender gehad. En een goede staafmixer. Deze staafmixer is van staal. Waarom? Nou, zometeen gaan we dus soep maken. En anders ga je dus met plastic constant in heet water zitten roeren, zitten staafmixen. Dit was als goed is de beste die ze hadden voor een redelijk betaalbare prijs. Het kost bijna 100 euro. We gaan hem gewoon lekker pakken en dan gaan we gewoon kijken wat het is. Nomi heeft ondertussen even glazen bakken gehad. Hier gaan we zometeen de soepen inverdelen, zodat we het kunnen invriezen en dat we het ook gewoon later weer kunnen gebruiken. En eigenlijk gewoon zo min mogelijk plastic gebruiken, daar komt het eigenlijk op neer. Dus we gaan gewoon lekker beginnen met de courgette soep. Oké, dit is wat we allemaal hebben. En hier gaan we lekker allemaal dingetjes mee maken. Ik heb hier een volle kist. Shit, nog een keer. Ga ik doen. Ik heb hier een kist met courgettes en ik ga er overheerlijke courgette soep van maken. Wil je weten hoe? Ik ga nu beginnen. Let's go! Hier is hier eentje. Nou, iets. Nou lieve, pak jij de dingen eens uit. Is het wat? Kijk, het voordeel van deze is zometeen staal. Of het is goed is, blijven hier ook geen stukjes in hangen. Want ik heb dus een andere blender. Er zitten hier allemaal stukjes, blijven hier in hangen. Soep is lekker aan het koken. Alles is gesneden. Dus nu is het wachten tot het kookt. En dan gaan we het pureren met... Kijk, het is natuurlijk ook even tijd om even zelf te eten. Wat heb ik hier? Eitje met een beetje kaas en komijn. Drie soorten noten. Hazelnoot, amandel, walnoot. Met malayazout, cayennepeper. Tomaatje met sesamzaad, zoete paprika. En een komkommer met radijsjes. Normaal heb ik er ook nog avocados bij. Maar die waren nog niet helemaal goed. En hierna ga ik over op de fruit. Dan gaan we lekker bananen eten met kiwi, mango. En nectarine met sinaasappelsap. En daarna gaan we lekker aan de meloen. Een shotje? Shotje! Ja, wil jij een lekker shotje voor me maken, David? Ja. Voor ons dan. Ik heb helemaal een lepel gegeten. Want ik eet met een lepel, niet met een vork. Wij maken altijd elke dag sowieso een shotje. Kijk, vitamine D opnemen en de zon buiten. Mooi doen, schat. Oh, ze zijn nog bijna vol. Kijk, dit zijn ze. Dit is limoensap en dit is grapefruit sap. Dat maken we zelf. Twee shotglaasjes. Ja. Dit is echt serieus lekker. Wel heel zuur. Gigantisch lekker. Schatje? Wat lief het? Ja, ik heb mijn mond vol. Maar lekker weer in één keer, hè? Er zit vocht in al het eten. Lekker. Neem even een hapje als je het niet erg vindt. Nee, niet van die ei. Normaal had ik 6 eieren per dag, nu ik er allemaal 3. We gaan zo even eieren halen en halen we ook gelijk even waar we dat halen. Wow. Maar echt, als je dat opdrinkt, dat ene shotje voel je je zo fucking gezond. Ja. Normaal is die iets rooier. We hebben meer grapefruit sap, maar alles was op nu. Oei. Maar het doet net op de vier is. Dat is het ook niet, maar het is heel zuur. Het is heel zuur. Ja. Oké, Naomi heeft de was voor de 5e keer gedaan vandaag. En we zijn nog lang niet klaar. We gaan even snel naar de boer eieren halen. Okay. Kleine eieren zijn zeker goedkoper, maar ze zijn ook kleiner. Ik hou van grote eieren, kijk. Mooie vendingmachine staat hier. 2 trays eieren, 12 euro. Het zijn er dan 60 eieren in een tray. Eiermeisje. Kijk, Bram staan. Donder. Lekker ijsje, maat. Ja. Maar lekker ijsje, lieve. Ja, nu hoef ik hem niet meer. Ik wil het eerste hapje. Doe maar een nieuwe nu. Nee. Mag ik dan een eerste hapje van jouw milkshake? Ja, dat is gelijk 3 slokken voor jou. Dat is ook wel lekker uit. Dat is echt wel lekker deze. Ja, dat dacht ik al. Time to mix. Eikes. De nieuwe staafmixer. Wow, dat is een power. Vind je het leuk? Oké. Oké, we gaan dus ook even wat shorts opnemen voor YouTube. Een eigen frisdrank maken met die watermeloen, komkommer, troenen, limoen. Dus kijk gezellig mee, het wordt wel een timelapse. Dus niet dat je denkt, wat gaat het snel, klopt. Maar het duurt allemaal gewoon heel erg lang. Niet labelen, anders weet je straks niet meer wat is. Kijk even hoe het eruit ziet. Vind je het? Ja. Wil jij niet even labelen? Nu? Huh? Ja hoor. Nee, hoeft niet. Wil jij deze proeven met komkommer? Heb ik al gedaan. Hoe? Of was het die gember? Nou, was die gember. Oh.
Kijk, dat is mooi, hè? Blijft dus elke keer een beetje over. Ik wil gelijk even proeven. Is die heel anders? Ja, deze is heel fris. Anders wat... donkerder of zo. Pittig, hè? Gember is een beetje pittig. Ja. Pittig altijd. Citroen, komkommer en met gember is klaar. De watermeloen drink is klaar. Ik heb nog een halve meloen over, maar ik heb nu even geen tijd meer voor. Want zoals je ziet, is het alweer een soortje en we moeten zo werken. Dus we gaan nu snel alles opruimen. Gaan we nog eventjes wat eten kopen om zo meteen mee te nemen om op te eten. Want daar hebben we eigenlijk helemaal geen tijd voor gehad. Want die soep laten we zo meteen afkoelen. Eten we vanavond en dan vriezen we hem in voor van de week. Dus je ziet, het kost best wel wat tijd, maar het is leuk om te doen. En zo weet je wel wat je eet en wat er ook in zit. En ik hoor dat de ambulance of politie daar aankomt. Dus misschien is er wat ergens aan de hand. Dus ik hoop het niet. Let's go! Oké, dat was het eind van de video. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En ik zou zeggen, tot morgen. Later!